Yo, wat op gasten, dit is Game. Ik kom in een nieuw video. Vandaag spelen we weer Battlelands. En waarom ik dat speel is omdat ik geen andere video meer heb voor vandaag. En het is nu 13:22 en over 40 minuten moet deze video online zijn. Dus ja, yeah, I'm fucked, nee. Dus we beginnen maar gewoon meteen met dat potje. Ja, we gaan proberen weer te winnen. Ik ben nu level 20. Ik heb nu ook de Battle Pass gehaald van deze game. Dus dat is... Het is wel lachen, ik wil deze game ook nog een keer gaan livestreamen als jullie dat niet erg vinden. Ja, ik ga het toch wat doen, dus het maakt me niet zo heel veel uit hoe jullie dat vinden. Ik vind livestreamen ook wel lachen, dus we landen bij gas station. Laat een like achter en als jullie niet begrijpen, Deadrun praat zo, ik ken deze game helemaal niet. Kijk mijn vorige video. Hey, je hebt nog een gun. Hey, how dare you to touch my shield? Nee, don't touch the shield. Oké, doe. Ik hoop niet dat het te veel lijkt. Ik had voor de opnames ook best wel lijkt met de game. Het zal misschien niet van onderhoud zijn of zo. Ik merk niet zo heel veel uit. Ik hoop gewoon alleen dat de gameplay gewoon daardoor niet heel hinderlijk wordt om naar te kijken. Ja, het is heel erg genakt van Fortnite, maar ik vind het wel leuk. Dus hey. Let's go, dio, dio, dio. We zijn nu bij hospitaal en we gaan iemand het ziekenhuis in werken. Die vond ik serieus echt grappig. Maar ik ben dat ook nou gewoon helemaal. People know about me that I'm really grappig. Oh, wacht, wacht, wacht. We moeten dit goed aanpakken. Oh, kut. Laat ook maar. Er ligt ook gewoon geen, er liggen geen pleisters bij je hospitaal. Dat is wel heel naar. Misschien ligt er hier ergens een medkit. Wel bandages, dus dat is goed. Zeg maar, je kan dat zien aan klein. Dus dit is dan een klein vierkantje. En als het een medkit is, dan is het een grote koffer. Dus dan nog steeds bandages. Maar we zitten bij de laatste helft met één kill. Dus dat is wat jong. We kunnen er twee kills uiteraard van maken. Oh, maar nu wordt het hier wel net iets te druk. Dan is het ook niet meer leuk. Want de kans dat je dan doodgaat is vrij groot. Ja, dat bedoel ik. Ah. Nou, in ieder geval wel 10, dus dat is op zich best oké. Met twee kills. Dus ja, 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 ja. Ik zal ook even de Battle Pass laten zien en welke items ik allemaal heb. Ik zal nu even mijn locker laten zien. Dat is dit niet. Dit is mijn locker. Deze skins heb ik. Deze, deze, deze. Die en die krijg je op het begin. Deze krijg je bij tier 20. Deze krijg je bij tier 15. Deze bij tier 9 en deze bij tier 1. Ik vind deze en deze vind ik het leukst. En dan heb ik als dentjes heb ik de normale, deze, de zwaai, de saluut, de dusting off, de make it rain en de salty. En ik heb al best veel gliders. Deze, 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 deze. Deze, deze, deze is een van mijn lievelings, deze is een van mijn lievelings, deze is een van mijn lievelings. Deze heb ik nog niet gebruikt en deze heb ik heel eventjes gebruikt. Maar we gaan weer met de balloon, we gaan met mijn piratengrappie. We doen Make It Rain, want die is wel lachen. Dus gaan we nog een potje doen. Ik hoop dat men dat leuk vindt. We gaan nu landen hier. Camp Paradise. En jullie gaan zien waarom het Camp Paradise heet. Wanneer we het potje gaan beginnen. Nou, we landen. Dit is de reden waarom het Camp Paradise heet.
Er zijn bosjes in deze game. En dat ziet er zo uit. Er zijn er ook nog maar meer. Maar dit is huge. It's huge. En hier ligt weer meteen een dubbele rits en ammo. Dat is ook wel chill. En nog een dubbele rits en ammo. Nou, aan ammo gaan we in ieder geval niet tekort hebben. En daarboven zag ik ook nog wat ammo. Dus dat is mooi. Er loopt er wel een joch. Die pakt ook gewoon niet de ammo. Dat vind ik wel leuk. God, hij lijkt zo, man. Dat is toch niet leuk meer. Ja, joh. Oké, dan neem ik hem even, hè. Salut en de kost. De ballen. Daag. Oké. Oh, déjà vu. It's a place where I've been before. Higher on the street. Déjà vu. It's a place where I've been before. Top. Oh nee, hij heeft hem met kit opgepakt. Dan is die niet handig. Oké, we gaan lopen. Zodat hun elkaar gaan killen en ik hem smeer. En dat is de beste tactiek in deze game. Niet zoveel bed of zo. Aangaan in de laatste gewoon ownen. Oh mijn god, lag is echt on point. Wauw, ik kan dit waarschijnlijk niet eens uitzenden. Nou, ik heb in ieder geval, hoeveel kills heb ik? 1 of 2? 1. En ja, dit is dus een locker tour en 2 potjes of 3. Vond dit een leuke video, beloond met een blauw duimpje omhoog. Iets korter, maar ik heb weinig tijd en moet hem ook nog editen. Dus zie jullie later. Later!